vond het eigenlijk een zeer positief initiatief dat FOCA organiseert met de zomerstages om politiekers zoals Marino Keulen naar onze organisatie te brengen. We zien vandaag meer dan ooit dat duurzaamheid een rol speelt in de bedrijven, zowel kleine als grote bedrijven. En dat zien we onder andere in onze FOCA Charters Duurzaam Ondernemen, waar dat meer bedrijven dit jaar dan ooit tevoren ingestapt zijn. Vandaag was voor mij eigenlijk een hele inspirerende dag om ook te zien hoe dat we naar onze bedrijven toe daar extra samen met Encon inspiratie op kunnen bieden. Ik geloof heel sterk in het verhaal van duurzaamheid en ook wat zij doen is duurzaamheid brengen in het licht ook van economie, industrie en technologie. Naast uiteraard ook het verhaal van de bossen en het groen en gezondheid en ontspanning, maar vooral ook dat duurzaamheid eigenlijk de troef is om in de toekomst hier industriële activiteit te hebben, technologiebedrijven te hebben en dus ook eigenlijk top tewerkstelling te hebben en dus ook op die manier welvaart en welzijn hier in onze provincie om dat veilig te stellen. Aldi is een van onze klanten die een voorsprong neemt op het gebied van duurzaamheidstransitie. Zowel in de bedrijfsvoering als in de strategie van het bedrijf worden er heel veel maatregelen genomen. En dat is eigenlijk hetgeen wat jullie zien op de projecten hier in deze regio, wat ze doen. Op heel veel plaatsen is daar nog heel veel werk te doen, blijven daar kansen liggen en maakt men eigenlijk nodeloos kosten die eigenlijk kunnen omgezet worden in bedrijfsrendementen, in meer winst en dus ook eigenlijk in een duurzame toekomst. Dat wil zeggen bedrijven die ook economisch heel rendabel functioneren, net door in te zetten op duurzaamheid.